U kent het misschien wel. Als je je niet goed voelt, dan ga je meestal gelijk naar de dokter of naar een specialist. Maar er zijn ook van die huistuin- en keukenmiddeltjes waar mensen al generaties lang bij zweren. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Dit is namelijk... Nou, het lijkt een blok zeep of een spons. Ga er maar eens een klein beetje mee experimenteren. Dan ben ik heel blij of jullie weten wat dit is. Slijmerig. Het is een soort van gadget uit Japan. Daar hebben ze, zoals jullie misschien wel weten, een hele bijzondere vorm van humor. Om zeep uit of zo. Wat is het? Puistjes uitknijpen. Oh ja, dit is echt goor, man. Een puistje. Dit is wil je. Schat, kijk eens. Nee, maar ik wil daar wel naar kijken. Ik vind het heel intrigerend. Je hebt van die filmpjes, hè? Ja, wacht, ik wil het ook even doen. Wacht even. Het komt van alles uit. Wat denken jullie, jongens? Wat het is? Nou ja, dit is een puistjesding. Ja, maar om het voor te doen, het moet, of... Nee, een pimpelding. Misschien kicken mensen daarop. Kijk je nooit naar van die filmpjes? Dat er heel goor. Maar je wilt toch blijven kijken, omdat je toch wil kijken of er nog steeds meer uitkomt. Ja, ik sla hem over, maar... Dr. Pimple Popper. Hey. Heet het echt zo? Of niet? Dat is een hele beroemde dokter op YouTube. Oh, jij bent... Oh, dit... oh Mark! Oh! Hey. Gadverdamme. Maar dan ben jij toch wel gewend? Ja, maar schat! Nee, hou op nu! Ik wil... Nou, ik kap ermee. Wacht even. Voordat je stopt, de volgende vraag is voor jullie. Waarbij zweert Nederland om van puistjes af te komen? Smeer je dan je puistje in met karnemelk? Doe je dat met het sap van de aloe vera plant? Of doe je dat met tandpasta? Bij goed antwoord verdienen jullie 10 punten. Wat is jullie keuze? Wat denk je dat het meest gebruikt wordt door Nederland om van de puistjes af te komen? Tandpasta. Dat zeg je heel resoluut. Ja. Zelf ervaring mee? Ja. Want? Nou, dat deed ik vroeger altijd. Dat was goedkoop en droogt uit. Oké, nou. Jullie volle 10 punten op en het ruikt op de tandpasta? Lekker. Ja. Want ja, je mag eventueel zeker de punten Krat verdelen. Ik zou gewoon achteruit gaan lopen. Kost het helemaal niks. Kap nou. Gaan we voor de zee? De tandpasta? Ja, ja, zeker. We gaan voor zee. Jullie zetten in op de tandpasta. Tandpasta. We gaan kijken of dat het juiste antwoord is. Het merendeel van de ondervraagden zei inderdaad antwoord C. Insmeren met tandpasta. Maar liefst 32% van de mensen doet dat, die ondervraagd zijn. En ik kan inderdaad, Bob, net als jij, uit eigen ervaring vertellen. Het werkt. Het werkt. S'avonds een beetje, hup, tandpasta erop. De volgende ochtend kan je hem er zo uitgedroogd. Afpulken. Lekker. Wat is gezond en wat juist niet? Van snotneus tot fobie. En van extra hoog tot calorie. Je ziet het allemaal in de liveshow.